Moed en Ian, door was de opening van het tweede uur van deze uitzending van Notulen. Het politiek programma over de politiek op Voorne Putten. Elke eerste donderdag van de maand te beluisteren hier op Link. En uh, in dit uh, tweede uur van deze uitzending gaan we naar de gemeente Voorne aan Zee. We gaan met een nieuwkomer in de politiek praten. Want ja, de gemeente bestaat daar nog niet zo lang. En uh, we hebben een, uh, een jeugdig iemand hier zitten, als ik dat zo, uh, zo mag zeggen. Want uh, bij mij in de studio is uh, Nieuws Brauw. Hij is uh, raadslid namens de VVD. Goedenavond. Goedenavond. Ja, allereerst maar eens eventjes uh, over jezelf. Uh, aangesloten bij de VVD. Uh, maar wie is nieuw Nieuws Brauw? Nou, um... Ik ben Niels, uh, 26 jaar, geboren en getogen in het uh, Pietereske dorpje Zwarte Waal. Kijk, dat is al gelijk een band die we hebben dan. Ja, <laughs> uh, ja en wat moet ik over mezelf vertellen? Uh, Opgegroeid in een relatief groot gezin. Um, vier broers, dus met vijf jongens thuis. Um, een oh. gewoon arbeidersgezin. Um, en um, ja, ik heb een studie gedaan in het vastgoed, dat is mijn achtergrond. Um, ondertussen werkzaam bij een uh, projectontwikkelaar... Um, en ja, de politiek ingegaan om iets te bereiken, ook op het gebied van woningbouw. We zien allemaal dat dat een heel groot probleem is uh, in ja, Nederland. Ik heb het nog even over met de wethouder in zijn Ja, dat klopt. klopt. Even, even zeggen wat ik ervan vond. En um, ja, je kan zeggen dat het verkeerd gaat, maar door thuis op je stoel te zeggen wat er allemaal verkeerd gaat in de wereld of in de gemeente, ja, daar bereik je niks mee. En dan, ja, dan moet je een stap naar voren doen. En ik um, heb ja, besloten mezelf politiek uh, verkiesbaar te stellen. En, um, ja, ik stond op plek 11 voor de verkiezingen, maar ik ben met voorkeur gekozen. Dus uh, sinds vorig jaar, 1 januari, zat ik in, in de gemeenteraad van uh, Voornaamzee, de jongste gemeente van Nederland. Ja, precies. Dat uh, is de, de laatste gemeente die erbij uh, is gekomen, zeg maar. Je bent dus nieuwkomer in de, in de politiek. Hoe is je ervaring in de raad tot nu toe? Nou ja, ik vind um, het hartstikke leuk in de raad. Je ziet echt dat je concreet dingen voor je inwoners uh, kan bereiken. En dus ook voor jouw doelgroep. Dat is ja, benamelijk... Um, de jongeren. Ik ben er voor alle onze inwoners. Maar natuurlijk heb je iets extra aandacht voor de jongeren. Want die groep moet ook goed vertegenwoordigd worden in de raad. Um, en ja, politiek is politiek. Dus het politiek spel hoort er ook bij. En soms is het ook wel uren vergaderen om niks te bereiken. Want we zijn stiekem toch allemaal een soort van vergadertijgers. Um, maar negen van de tien keer heb je een constructief debat met elkaar. En eh, maak je een keuze, eh, soms jouw keuze, soms een keuze van een andere partij. Maar 9 van de 10 keer is het ook een keuze waar je gezamenlijk uitkomt. Eh, wat jij denkt, dit is goed voor onze inwoners. En waarmee de inwoners weer faciliteren om een zo goed mogelijk gemeente te zijn. Was ja, je voordat je actief was in Zee ook al in uh, Brielle, Want daar valt Zwarte wel onder natuurlijk uh, actief geweest. Of, of was het toen nog een periode dat je erover aan het nadenken was? Nee, dat is vooral een periode geweest waar ik over aan het nadenken was. Ik heb wel een cursus gedaan, ondertussen ja, politiek actief. Um, en um, ja, we keken of online af en toe naar de gemeenteraad. En um, ja, dat zou ik ook altijd mensen aanraden. Ik ging ook af en toe naar de um, gemeenteraad toe. Want je kan gewoon als inwoner op de publieke tribune komen zitten van de gemeenteraad. En gewoon een kijkje nemen wat gebeurt er nu. En dat kan zijn bij een commissie over een onderwerp wat u belangrijk vindt. Uh, bijvoorbeeld de commissie Samenleving, waar het gaat over de jeugdzorg of um, um, de WMO. Of de commissie Ruimte, waar het juist gaat over de bebouwde omgeving. Um, voor woningbouw of, 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 of het wegennet. Um, of we hebben de commissie ASTM, en dat gaat vooral over. Um, de financiën van de gemeente. Dus hoeveel belasting hef je, uh, waar wel belasting op. Uh, Hoe lang mag de horeca open blijven. Um, en mensen kunnen die vergaderingen gewoon bezoeken, want die zijn openbaar. En als mensen een punt hebben wat ze willen bespreken, kunnen ze bijvoorbeeld ook in de commissie inspreken. Uh, komen inspreken. En dat is een instrument waar ik zeg. Um, ja, mensen moeten dat wel weten dat ze daar gebruik van kunnen maken. Want dan krijgen wij als uh, raadsleden ook nieuwe inzichten die wij mee kunnen nemen in onze overwegingen. En misschien ook wel onderwerpen waar we van denken. Oh, dit moeten we aankaarten uh, voor een volgende vergadering. Ja, precies. Um, dat zou vroeger ook gedaan Heeft je eens uh, ingesproken in een uh, commissievergadering of in een raadsvergadering? Want daar kan het natuurlijk ook. Nee, nee, nee. Ik heb uh, zelf nooit ingesproken. Um, achteraf denk ik, ja, had ik dat wel moeten doen. Uh, bijvoorbeeld over een stukje woningbouw. Want als je nu ziet, uh, de plannen waar we nu over hebben, of die nu gerealiseerd worden, die zijn vaak al. Uh, een jaar of vijf tot tien geleden vastgesteld wat er nou daadwerkelijk in die plannen komt. Um, dus ja, misschien had je wel eerder aan die bel moeten trekken, maar ja, voor mij denk ik dat ik nu voldoende kan bereiken uh, vanuit de positie waar ik nu in zit. Als raadslid en onder andere als uh, raadslid ook uh, verantwoordelijk uh, om uh, ja, uh, de adviescommissie vervoersautoriteit van de metropoolregio zitting uh, te hebben. Um, dan hebben we het al een beetje over de bereikbaarheid van, uh, van Voorneputten. Daar hebben we het de afgelopen uur uitgebreid over gesproken. Uh, met, uh, met Chris Rotten tot, vanwege de afsluitingen van de bruggen die eraan gaan zitten komen. Voorne aan zee gaat daar natuurlijk ook last van krijgen. Um, als we, als we daarnaar kijken. Um, hoe zie jij die sluitingen van die uh, bruggen tegemoet? Nou ja, dat is, dat is wel een risico. Onsluiting is sowieso uh, groot wat, punt. Uh, een, een groot punt. Um, als VVD maken we ons al jaren hard, bijvoorbeeld voor de verbreding van de N57. Um, we zitten hier als Voorne Putten, dus voor de Zee en Nissewaard, samen op een eiland met beperkte ontsluitingswegen. Uh, dus ja, op het moment dat een van die ontsluitingswegen uh, slechter of niet uh, uh, ja, functioneel is, ja, dan heeft dat gewoon grote gevolgen voor, uh, voor, de hele, voor het hele eiland. En dus ook voor de inwoners van Voorna Zee. Uh, de bruggen zijn misschien net iets verder van ons vandaan dan. Uh, voor Nissen waard, uh, maar wij zullen daar ook zeker last van krijgen. Ja, want jullie krijgen straks de keuze of de N 57 pakken of uh, of via de Nisserbrug... Uh, in eerste instantie de komende vier, vijf weken straks. Um, ja, hoe informeren jullie die mensen al uh, nu ook via de gemeente of via de raad? Of nou ja, um, via de raad niet, maar ik neem aan dat de gemeente uh, net als bij andere verkeersaankondigingen op hun uh, socials. Um, en dergelijke, nog een keer extra duidelijk maakt... Um, dat deze ja, sluitingen eraan zitten te komen. Um, en daarin is ons voor de raad de taak van... ja mochten dit soort dingen niet gebeuren, trek vroeg, vroeg genoeg aan de bel... om de gemeente erop te wijzen van dat dit essentieel is, dat dit wel gebeurt. Um, maar ik verwacht dat de gemeente dit in, um, in de lokale kranten zet... en um, ja, ook op hun uh, socials. Ja, precies. En daar zijn ze heel actief op, volgens mij, hè? Ja, ja, ja. Nee. Want ja, jij bent een van de jongeren, dus dan zie je dat ook direct voorbij komen. Als het op X of TikTok of. Uh, nou, ja, nou, TikTok en uh, X, daar zitten dus ik beide niet, niet op. Oh, okay. uh, dus uh, daar, uh, daar. Daar weet ik niet of de gemeente daar überhaupt uh, actief Facebook. Op is. Uh, maar vooral Facebook. Um, ja, dat is een social media, wat, uh, een media wat de gemeente veel gebruikt. Ja. Ehm. Um, Maak je zelf veel gebruik van, van die bruggen, zeg maar? Je, je zit als, 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 als inwoner van Zwarte wel dicht bij de N57, maar je kan ook ja, richting Heenvliet, Geervliet rijden en dan bespijken, is er normaal gesproken de A15 op? Nou ja, ik moet persoonlijk zeggen dat ik persoonlijk de voorkeur heb eh, om het sneller over de A15 te gaan, eh, dat komt omdat ik de flitspalen bij. Eh, zo waar het bloed bloedirritant vindt. Um, Zoals veel mensen, denk ik. Als veel mensen. En er zijn er pas weer een paar bijgezet. Dus. <laughs> ja, nee, ja, en aan de ene kant goed om voor de veiligheid uh, te bewaken. Maar je moet zo geconstateerd bezig zijn van... Rijk wel 50-50-50 en niet 51 of 52. Um, en dan zit je zo op je kilometer tellen te letten... dat dat stoplicht in één keer op oranje staat. Dus vandaar, uh, voor mij is het net zo snel om... Um, of je de N57. Vinden N57 te gaan. Dus ja, meestal pak ik die route. Um, maar dat zullen meer mensen gaan doen. Ja, dat zullen meer mensen gaan doen. En ja, dan komen we ook bij het puntje. Als je dan kijkt naar die N57. Um, ja, als het zomer wordt, dan heb je daar dagelijks file. Um, Zal die Duitsers die naar Zeeland willen? Ja, maar ook het stukje. Hoe sluit die N57 aan um, op de snelweg? Dat is ook gewoon een punt wat, ja, wat gewoon aandacht uh, nodig heeft. En, wat we zowel proberen als VVD. Dat is het voordeel van een landelijke partij zijn, je lijntjes met uh, de provincie in dit geval met, uh, met de VVD-landelijk. Uh, dat we het nog een keer bij, uh, bij de minister onder de aandacht kunnen brengen dat dit soort uh, investeringen voor de bereikbaarheid van ons eiland echt uh, cruciaal zijn. Bel je hem regelmatig, die minister? Nee, nee, nee. Het is niet dat we. Uh, Regelmatig de minister aan de telefoon hebben. Maar mochten wij een punt hebben wat voor ons belangrijk is. dan hebben we onze lijntjes wel in, in Den Haag. Eh, eh, die er voor ons zijn. Er is laatst een minister langskomen om met ons te praten. met onze partij. over de kustverzanding die plaatsvindt. Eh, ja, een groot deel van onze gemeente is gebaseerd. op. Eh, een werkgelegenheid op eh, toerisme. Eh, de verzanding van de kust eh, heeft daar uh, grote gevolgen op. Eh, ja, wat kunnen wij als gemeente doen. en wat kunnen we samen met het Rijk doen. Om te zorgen dat um, de prachtige kust en alle werkgelegenheid die daarbij komt kijken, uh, niet verloren gaat door de, door de verzanding die uh, aanwezig is. En ja, dan zijn die lijntjes naar landelijk heel handig. En zijn er toezeggingen gedaan? Nou, er zijn toezeggingen gedaan dat, dat het uh, zeker op zijn netvlies staat en dat hij dit ook gaat bespreken in wat, uh, wat er mogelijk is. Het kabinet is demissionair, um, dus ze hebben niet meer alles uh, te zeggen. Um, maar als het in Den Haag blijft uh, galmen. Uh, dan is de kans dat er uiteindelijk wat er mee gedaan wordt. in ons voordeel. Uh, Zolang ja, ze demissionair zijn? Dus uh, nee, nee, nee. Daarom moet het ook door blijven gaan. En uh, als het aan mij ligt. hoop ik ook dat, dat wij dan ook weer in de volgende regering. ook gewoon weer ministers gaan leveren. Uh, en hopelijk misschien ook wel op dit soort dossiers. zodat we echt iets kunnen gaan bereiken. Nou, het was nog even afwachten natuurlijk. hoe dat uh, gaat lopen. Want die gesprekken zijn nog uh, gaande daar. in Den Haag en de omgeving, uh, zullen we maar zeggen. Je bent nu 15 maanden in de Raad. Hoe ervaar jij de sfeer in de raad van Voor Zee? Nou ja, ik zie een stijgende lijn in de sfeer. Um, het is, de eerste maanden is natuurlijk echt helemaal zoeken wie zijn we, um, wie ben je eigenlijk als samengevoegde partijen, maar wie ben je ook um, als coalitie, wie ben je als, ja, als hele raad, als coalitie-oppositieverhouding. Um, ja, dat, dat is een zoekproces geweest en je komt natuurlijk van drie verschillende gemeentes, drie verschillende culturen. Um, maar ik zie steeds meer dat we steeds constructiever gaan samenwerken. En als je het mij persoonlijk vraagt, ja, dan is er een coalitie er om een collegeprogramma uh, uitwerking te oh. geven en daarin samen te werken. Maar ik ben ook van mening dat op het moment dat je het samenspel vindt met jouw oppositie. Um, dat er uiteindelijk iets beter, beters uitkomt. Wrijving maakt glans. Uh, je kan het altijd met elkaar eens zijn. Maar dan krijg je niet dat mooie eindproduct. En ik denk dat we nu als raad steeds beter met elkaar ook dat gesprek aangaan. En waar zitten de verschillen? Om te zorgen dat we uiteindelijk een voorstel creëren. wat zo groot mogelijk draagvlak heeft in onze, ja, in onze samenleving, in onze gemeente. Ja, als raadslid kun je dan veel invloed uitoefenen. En uh, ja, uh, wat heb je zelf al bereikt uh, wat dat betreft? Nou ja, als raadslid kan je zeker veel uh, invloed uitoefenen. Dat kan je op verschillende manieren doen. Um, dat kan um, zijn jou, jouw beeld of jouw mening over iets te verdedigen... op een stuk wat door het college is aangebracht. Maar je kan natuurlijk ook als raadslid um, zelf initiatieven indienen. Um, dat kan aan de hand van een initiatiefvoorstel, een motie, een abonnement... Um, om een stuk, een extra tekst toe te voegen. Um, ja, wat ik heb bereikt... Um, dat zijn een aantal dingen, uh, kleine dingen. Het zijn ook een aantal wat grotere dingen. Um, maar ben je daar trots op dat, dat je denkt van nou, zo, nee, ik ben eigenlijk nog maar kort uh, in de raad, dat je dat nu al bereikt hebt? Nou ja, er zijn zeker wel dingen waar ik trots op ben. En ik zie ook um, collega-raadsleden um, wat vakkerotten zijn. Um, ik ben de nieuweling, ik zal misschien wat vaker een foutje maken of misschien niet alles... Ik zit nog in een leerproces. Maar je hebt er misschien ook een frisse blik op? Uh, ja, dat denk, ik, dat denk ik zeker. En daarom hoop ik ook dat dat in de komende raden... een groter jong draagvlak uh, komt. Ik zie ook collega-raadsleden die misschien al drie, vier periodes... vijf of zes in de raad hebben gezeten... Uh, waar ik nog weinig uh, voorstellen of vernieuwingen heb zien langskomen... waar ik denk, oh, waar maak je nou het onderscheid voor jouw partij... in plaats van dan alleen dat college-stuk uh, te steunen of weg te stemmen... Uh, ja, voor mij mag er wel iets meer uh, initiatief soms laten zien en um, ja, waar ik zelf trots op ben. Um, nou, ik heb een langere tijd een locatie op het oog gehad, waar ik denk, nou, hier kan in de gemeente relatief snel uh, woningbouw gaan plaatsvinden. En um, ja, ik was blij toen een paar weken geleden door het college werd aangekondigd dat het college op die locatie voornemens is nu uh, circa 100 uh, woningen neer te zetten voor de doelgroep uh, starters en spoedzoekers. Dus um, gescheiden mensen en andere mensen die aan een urgent, urgent een woning zoeken. Maar niet alleen een urgentieverklaring krijgen, maar ook juist die mensen die hard op zoek zijn naar een woning. Maar juist net overal buiten vallen. En um, ja, dat bommetje heb je gedropt. En het is dan heel mooi te zien dat het college dat dan ook gewoon oppakt. En nu met een voorstel komt om daar zo snel mogelijk uh, woningen uit de grond te stappen. En het liefst dat deze volgend jaar al staan. En dan denk ik, zo, daar worden straks 100... Uh, ja, jongeren, gezinnen, gezinnen eh, woningzoekenden geholpen aan een nieuwe woning... die ook nog een keer betaalbaar is. Hoe groot is de woningnood in voornaam Nou, de woningnood is, net als in net heel Nederland, Nederland eh, gigantisch. Um, laatst hebben we in een presentatie wat cijfers gezien. Um, nou ja, bijvoorbeeld als we kijken naar de jongeren... dat voornaam 6.000 um, jongeren van acht, tussen de 18 en 30... Um, die nog thuiswonend zijn... De gemeente zegt dat er concreet 1400 jongeren op zoek zijn naar een woning binnen de gemeente. Nou, als daar mij ligt denk ik dat het aantal misschien nog wel iets groter is, maar dat sommige mensen het zoeken al hebben opgegeven. En dan hebben we het over één doelgroep. Dus met het bouwen van 100 of 200 woningen voor deze doelgroep los je het probleem niet op. Een stukje. Een stukje. En dat is ook wat we moeten doen. Stukje bij stukje zorgen eh, dat we het woningaanbod zo kunnen aanvullen dat het eh, de nieuwe woningen beschikbaar komen voor de doelgroepen die het echt hard nodig hebben. Eh, ik zeg altijd bouwen naar waar naar vraag naar is en dat is op dit moment eh, veel woningen voor jongeren. Dat zijn ook woningen voor senioren, bijvoorbeeld in de vorm van een seniorenhofje of iets dergelijks, en ook woningen wel voor gezinnen die bijvoorbeeld willen doorstromen. En als we bijvoorbeeld een woning bouwen in het wat luxere segment, wordt er vaak gezegd van. Een gemeente bouwt alleen voor de rijken. Um, maar mensen vergeten vaak dat als we een woning bouwen voor die voor doorstroming gericht is, dat er zes verhuisbewegingen plaatsvinden gemiddeld. Waarvan drie in de eigen gemeente. Waardoor er iemand die van een onder 1 kap naar een vrijstaande woning is gegaan, die onder en kap achterlaat. Diegene van een rijtjeswoning naar een onder 1 kap gaat, een rijwoning achterlaat. En diegene die uit zijn betaalbare startersappartementje komt, die achterlaat. Waar bijvoorbeeld weer een jongere als mij als ik. Um, ja, misschien de eerste stap op de wooncarrière kan maken. Dus ja, we moeten bouwen in alle uh, prijsklasses, in gedifferentieerd bouwen, uh, zodat we voor al onze inwoners um, ja, voldoende woning creëren. En, uh, ja, wil je zelf ook op die, uh, op die lijst komen om, uh, om, om daar een woning uh, uit te krijgen? Of woon je inmiddels al niet meer thuis? Nou, ik woon uh, helaas nog uh, thuis op, uh, op mijn zolderkamertje. Uh, dus ik ben hard op zoek. Uh, naar een woning. Ik heb het niet slecht thuis, dus ik hoef niet vandaag of morgen uh, het huis te verlaten. Maar ja, ik ben nu 26. Um, je bent op een leeftijd al een paar jaar dat je denkt... Um, ja, die zelfstandigheid wil ik wel aan. Dus ja, ik wil zeker een huisje hier in de gemeente um, uh, zien te krijgen. Dat hoeft niet per se bij mij in Zwarte Waal te zijn. Um, dat hoeft ook niet per se in dit plan te zijn. Het liefste zou ik een huisje willen kopen. Um, ja, ik weet niet of dat reëel is, want we weten ook allemaal wat de huizenprijzen doen. En als je bijvoorbeeld kijkt, ja, het, so het instrument sociale huur is een heel mooi instrument. wat wij hebben in Nederland. En um, ik hoor de minister altijd. Uh, of um, als je kijkt naar de provincie. Uh, hoor ik de gedeputeerden zeggen. ja, we moeten 40% sociaal bouwen. Nou, als projectontwikkelaar. Uh, wat mijn vakgebied is. weet ik ook dat dat gewoon um, lastig is. om dat soort uh, percentages sociaal te bouwen. Uh, maar dat is voor de mensen die tot 50.000 euro verdienen. En als je dan kijkt naar de koopwoningen... die vaak uh, in de nieuwbouw rond de 400.000 euro zitten... dan moet je daar een minim moet je minimaal een inkomen hebben van 80.000 euro. En die doelgroep, de groep tussen de 50.000 en 80.000 euro... dat zijn de jongeren of de alleenstaanden... die kei en keihard werken, draaien de draaiende motor achtervoor naar een zee. Um, dat zijn de werkenden hier in de gemeente. En voor die groep is het juist extra lastig... Om een goede woning te vinden. Dus ja, daarin zie ik ook wel een verplichting van de gemeente. We moeten niet alleen dat so sociale segment uh, uh, bouwen, we moeten ook niet alleen dat dure segment bouwen, maar we moeten ook kijken hoe kunnen we die middengroep, die de drijvende motor is achter onze economie, die zorgen voor de banen, wat de politieagenten zijn of de leraar hier in, in de gemeente, hoe kunnen we zorgen dat zij een woning krijgen? Ja, um, je geeft aan, je bent 26, hè? een van de jongste raadsleden. Ik denk alleen dat, uh, dat Melissa uh, uh, jonger is, uh, nog dan jij. Dan kom je nieuw in die raad. Merk je dan dat je onder de vleugels van de Nestoren van de, van de, van de, van de VVD in jouw geval uh, wordt meegenomen? Of, of ja, ga je toch een beetje je eigen weg zien te vinden? Nou, het, 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 het is beide. Uh, ik denk dat ik uit mijn partij. Um, nou, er zitten veel mensen met veel ervaring. Daar heb ik echt heel veel aan. Uh, die leren je de kneepjes van het vak. Maar ze laten me ook gelijktijdig um, uh, nee, nee, ja, nee juist losgaan. Uh, Val maar een keer en sta op en zie waar je tegenaan loopt. En ik denk dat me dat ook een beter raadslid maakt. Want continu elke stap goed zetten, dat is, niet uh, goed. Dat is ook niet goed. Een keer die, die verkeerde vraag stellen. Of dat debat net het verkeerde zeggen, waardoor je in het debat belandt en in de discussie. Ja, daar leer je van. En um, kijk, ik verwacht, hoe het er nu naar uitziet, denk ik, dat ik nog wel een rondje door wil. Um, um, want ik denk dat ik nog uh, genoeg toe te voegen heb voor de gemeente. Gelukkig is het nog niet zover dat ik daar een keuze in moet maken. Um, maar ik wil straks ook mijn kennis overgeven aan... Uh, aan nieuwe mensen en ja ik hoop dat ook in andere partijen veel uh, jongeren komen die zich verkiesbaar willen stellen want is dat al een beetje het geval uh, is dat jouw gevoel nou ja wat ik wel merk um, is dat het politiek onder jongeren leeft niet echt um, hoe komt dat vind je ja dat komt gedeeltelijk ook wel over de, het stigma wat totaal op de politiek hangt een beetje uh, saai misschien vinden saai, mensen. saai maar ja. ook um, ze doen niks ze zijn alleen maar met hun eigen agenda bezig um, Terwijl als je in de raad ziet of je erin verdiept, dan zie je gewoon wat er wel allemaal gaande is en wat er nodig is om de gemeente goed draaiende te houden. En ja, ik vind het dan ook leuk om te zien dat bijvoorbeeld bij andere partijen als het CDA een jong iemand heeft, hebben uh, die daar meeloopt. En ja, ik denk dat die jonge generatie net op een andere blik um, naar voorstellen kijkt. Um, en niet per se uit het beeld van. Dit is goed voor de jongeren of dat is goed voor de jongeren. Maar ook een verfrissende blik. Wij zijn de toekomstige generatie. Um, waardoor ik ook wel eens binnen um, de partij op een net wat andere manier naar een onderwerp kijk. Um, waardoor je met elkaar dat gesprek aangaat. En er gezamenlijk net een andere touch aan geeft. Dus waar ik denk, ja, daar ben je een toevoeging als jongeren. Ja. Um, wordt er in Voor de AC genoeg gedaan voor de doelgroep jongeren? Nou, wordt er genoeg gedaan aan de doelgroep jongeren? Um, ja, dat is, dat is een goede vraag. Ik denk dat het altijd beter kan. Um, als je met jongeren in gesprek gaat, dan loop je wel tegen dingen aan. Dan is vaak woningbouwen een, een probleem. Um, maar iets wat ook vaak langskomt, is um, uitgaan. Hoe gaan we om met, 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 met uitgaan? Ja, ik ben zelf geen enorme stapper, maar ik snap dat die behoefte er is bij de bij jonge generatie. Um, en ik denk dat we daar ook in moeten anticiperen. En ja, ik heb tijdens de verkiezingen heb ik wat beloofd dat ik mijn hart zou maken voor uh, de terugkomst van uh, de Bobbus. En uh, nou ja, ik ben blij dat dat nu weer op de politieke agenda staat en dat wij nu... Uh, RIT overweegt hem om hem terug te laten komen. Uh, ja, die overweegt hem om hem terug te laten komen. Wij hebben vandaag uh, samen met de wethouder en een collega raadslid uh, die ook in de metropoolregio zit op het gebied verkeer en vervoer... Uh, ja, ...nogmaals aangedrukt dat wij dit belangrijk vinden. En, uh, ja, ook om de jongeren die, die mogelijkheid te geven om te gaan stappen. We weten ook dat in je studententijd. in Voornaarzee kan je geen huis krijgen. Maar dat betekent dat je meer in Rotterdam ook niet kan krijgen. Een probleem groter misschien. We hebben ook veel studenten die dus thuis wonen, die eigenlijk in Rotterdam op kamers willen zitten. Um, ja dan wordt ook nog een stapavond op vrijdag of zaterdagavond afgenomen, omdat ze niet terugkomen met die bobbus. Want als je niet om. Uh, Half één in de metro zit, dan uh, kom je niet meer in uh, Brilo of in Hellevoetsluis. Ja, precies. Uh, Dus ja, dat zijn van die dingetjes dat we blij zijn. Uh, dat ik die als jongere op de kaart kan zetten. En uh, niks tegen mijn andere raadsleden, maar de kans dat uh, een dergelijke vraag komt. van iemand die uh, 75 is, die achter ik iets kleiner dan. Uh, iemand die uh, nog zelf in de, in de uitgaansleeftijd zit. Ja, uh, daarnaast, evenementen, zijn die er genoeg voor jongeren in, uh, in Voornaamzee? Wat uh, jou betreft? Uh, nou, ik denk um, dat we. Er kunnen altijd meer goede initiatieven komen voor evenementen. En op het moment dat er een goed initiatief is... dan weet ik ook dat um, dit college wat er nu zit... echt bereid is dat evenement in overweging te nemen. Maar ik vind dat wij als gemeente best wel veel um, al hebben. Als je bijvoorbeeld kijkt naar um, de Vestingdagen of met 1 april... Uh, waar je daarvoor uh, de kalknacht hebt. Wat eigenlijk ook gewoon één groot e e um, ja, evenement is. Um, um, maar ook wel veel festivals wat worden georganiseerd bijvoorbeeld op het terrein van uh, de Brilse Aap. Um, wat hebben we nog? Vestingpop, um, uh, rock en live. Uh, rock live. Uh, nee, dat zijn allemaal initiatieven. Uh, wat ik denk, ja, dat maakt onze gemeente ook wel echt uniek, want wij zijn echt een hele veelzijdige gemeente. Niet alleen qua evenementen, maar ook qua, qua opzet, qua historie, qua recreatie, qua um, ja, toch veel voorzieningen in de buurt en onze ligging bij de randstad. Ik denk dat we echt een gemeente zijn die daarin goed gepositioneerd is. Um, en ja, er is altijd mogelijkheid voor verbetering. Oké. Okay. Nou, straks na half negen gaan we nog uh, verder praten. Maar we gaan eerst even een slokje drinken... zodat je weer uh, even op adem kan komen. Zodat uh, reclame en nieuws er uh, zo meteen naar aan gaan kunnen komen. En daarna uh, gaan we onder meer over een initiatief van jou spreken... om voorna een zee regenbooggemeente uh, te maken. En dat is inmiddels gebeurd. Dus dat uh, komt uh, straks nog aan de orde. LSDJ en Better of Alone. Het is vijf over half negen. Je luistert naar Notulo op Link. Eén keer per maand op donderdagavond. Met de politiek op het eiland Voorne Putten, die dan centraal staat. En bij ons te gast is vandaag Nieuws Brouw. Hij is een nieuwkomer in de politiek. Sinds de gemeente Voorne aan zee zeg maar, begonnen is. Vorig jaar, om precies te zijn, op 1 januari, toen Brielen, Helvoetsluis en Westvoorne werden dus samengevoegd. Um, hij heeft het al eventjes over de sfeer gehad, uh, natuurlijk. En hoe je als raadslid uh, ja, invloed echt uh, kunt uh, uitoefenen. Je bent namens de Raad Nieuws ook uh, lid van de adviescommissie Vervoersautoriteit van de metropoolregio. Helemaal vol is dat, uh, zeg maar. Uh, hoe is naar jouw mening gesteld met de bereikbaarheid van Voorneputten, zowel op wegennet als OV-gebied? Nou ja, als je kijkt naar de ligging van Voorneputten, dan liggen we relatief um, centraal in de randstad. Um, of, of goed bereikbaar met de randstad. Uh, maar de bereikbaarheid hier op het eiland dat blijft een groot punt. Uh, dat heeft, um, nou, ik denk niet alleen bij de VVD, maar bij alle partijen echt wel um, aandacht. En dat vraagt ook veel aandacht. Stond ook in de heel veel verkiezingsprogramma's van de meeste partijen voor de laatste verkiezingen. Ja, maar we waren het ook niet altijd met elkaar eens daarin? Nee. Um, want waar wij bijvoorbeeld als de VVD um, graag zien dat we de N57 uh, verbreden, zodat uh, de filophoping die daar vaak plaatsvindt, um, ja. Uh, ja, niet meer uh, gaat gebeuren. Uh, zien andere partijen meer helder in om er een 70-kilometer-weg van te maken? Dus uh, bereikbaarheid heeft bij alle partijen uh, ja, een, een belangrijke plek in hun in programma. Maar de partijen richten dat wel uh, anders in. Ja, precies. Uh, uh, en het gaat dan, uh, die verdubbeling wat jullie betreft, om het deel tussen Brielle en uh, Rokanje. Want daarna is die uh, zeg maar twee baas voor een groot gedeelte. Als we goed even over Flokke, uh, opgaan. Um, is dat wat jullie betreft het belangrijkste voor voornaanzee om die bereikbaarheid te vergroten? Of zijn er toch ook nog andere dingen? Nou ja, als je de N57 uh, verbreedt, uh, moet je ook natuurlijk gelijk meenemen de aansluiting op uh, de snelweg. A15. Uh, op de A15. Want um, ja, dat is nu een bottleneck. We zien daar ochtends veel filevorming uh, ontstaan. En met de komst van de Ban Blankenburg uh, tunnel uh, zal er een extra verkeersstroom. Uh, Gaan komen door die N57-route nog aantrekkelijker wordt. Uh, dus de kans dat daar extra filevorming gaat komen. Uh, naar de openstelling van de tunnel, uh, ja, die is aanzienlijk. Uh, dus daar zien wij ook echt wel um, ja, ja, winst te behalen. Uh, gelijktijdig zijn we super blij met die Blankenburg-tunnel die gaat komen. Dus als wij naar Den Haag willen, of uh, naar Delft, um, of naar Vlaardingen of Schiedam. Um, ja, dan biedt die tunnel straks echt wel een uitkomst. Uh, waardoor de bereikbaarheid van ons eiland. Um, ja verbeterd wordt. Je hoeft niet meer de Europort door en richting Spijkenisse en dan uh, via Vlaardingen uh, die kant op te gaan dan. Ja, als de Botlegbrug uh, weer een keertje open staat met storing, uh, dan kunnen wij vluchten door onze tunnel. Ja precies. Dus wat dat betreft komt die tunnel wel goed uit. Uh, ja, voor nee 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 zeker. En ook voor, bijvoorbeeld voor het OV. Ja. Um, de nachtbus noemde je al hè. De nachtbus, maar dat biedt ook bijvoorbeeld kansen die komt van die tunnel. Want we kunnen nu kijken naar een rechtstreekse verbinding die bijvoorbeeld uit Brille en uh, Hellevoetsluis uh, gaat rijden naar Schiedam. Zodat je niet meer hoeft over te stappen met de metro. En dat je in enkele, enkele busreis uh, naar Schiedam kan komen. Um, nou, daar zijn we mee bezig. Dan is nog wel de vraag: gaat de rijke tol betalen? Of moeten wij daar als gemeente ja. iets mee doen? En daar, of EBS, uh, Ja, daar zijn wij stellig in. Uh, Overheid. Uh, we kunnen dat steeds uit een ander potje laten komen, maar uh, neem gewoon die verantwoordelijkheid voor onze bereikbaarheid. En uh... Nissewaarts gaat zich achter jullie. Hè? De ja, nee, 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 daar zijn we het over eens uh, hier als. Uh, voor de uh, 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 Als uh, hele eiland. Uh, dat dat echt cruciaal is dat dat gaat gebeuren. En uh, ja, dat benadrukken we dus ook uh, niet alleen. Um, ja, bij de busmaatschappij dat we er zo over denken en uh, met de regio's, gemeentes. Maar dat is ook een signaal die wij als uh, Metropoolregio uh, op het gebied van uh, verkeer en vervoer uh, meegeven. Die dan weer landelijk gaan lobbyen op dit punt. Uh, om dat in Den Haag voor elkaar te krijgen. Ja, want welke invloed heb je dan als vertegenwoordiger? Want je bent een van de 23 gemeenten die er druk op uitoefenen op die metropoolregio. Ja, nee, wij zitten in een adviescommissie. Um, er zitten 23 wethouders in een bestuur. Uh, die gaan met elkaar het inhoudelijke debat aan. Net als, als een college dat doet. Die gaan met elkaar kijken wat zijn de plannen. En wij hebben als adviescommissie uh, de rol advies uit te brengen aan het, aan het bestuursorgaan. Um, en we kunnen daar zelf ook initiatieven komen, net als in de gemeenteraad, uh, dan geven we onze sturing aan. En um, wat je vaak ziet in uh, uh, de gemeenteraad, dat partijen um, verschillende meningen hebben en dat daar veel grote meningsverschillen zijn. Maar wat je in de uh, metropoolregio ziet, omdat je daar ook buiten je partij zit, je zit daar raadsoverstijgend, ik zit daar als een vertegenwoordiger van de hele gemeenteraad. Uh, dat uh, gemeentes vaak met elkaar wel eens zijn. Uh, dat ze ook zien dat dat nodig is in een andere gemeente. Um, dus je vindt veel sneller met elkaar compromissen... Uh, om te zorgen dat er iets gaat gebeuren. En waar wij in zee tegenaan lopen... Um, bijvoorbeeld de nachtbus... daar liepen ze in Landsingenland ook tegenaan. Uh, en in andere gemeentes ook waardoor dat één gemeente dat heeft aangekaart... waardoor we het nu bij alle gemeentes ook weer op die kaart kunnen zetten. Balletjes gaan rollen. En dan kan het balletje rollen. Dus we kunnen ook van elkaar als gemeentes in een groot samenwerkingsverband... als een metropoolregio van elkaar leren. En dat is ook wel de kracht die uh, de metropoolregio heeft. Je kunt van elkaar leren, maar ook samenwerken? Ja, we werken zeker goed samen. En uh, het is in de metropoolregio dat ik bijvoorbeeld tegen een collega uit Nissewaard zeg... van hoe kunnen we nou samen kijken hoe wij als... Eiland. Ja, als eiland samen een geluid maken naar die hele metropoolregio, kunnen wij samen met een initiatief komen? Um, en welke gemeentes hebben daar nog meer mee te maken? Uh, en dan ga je met elkaar dat gesprek aan, met, met die verschillende raadsleden uit die verschillende gemeentes. Uh, en kom je samen ja, tot, een, tot een voorstel of een advies uh, aan het bestuur. Ja, precies. En, en is dat dan altijd van je eigen partij of is er dan ook nog een moeilijk, moeilijkheid en mogelijkheid? Uh, dat die collega's van de andere of de buurgemeente in dit geval... Uh, van een andere partij is? Nee, die misschien een ander standpunt heeft? Nee, nee want je zit daar dus partijoverstijgend. Dus we krijgen allemaal een opdracht um, uit je raad mee... wat jij moet verkondigen. Um, en ja, natuurlijk zijn er wel eens wat meningsverschillen. Um, maar meestal is de essentie van, um, ja, van wat er moet gebeuren... daar zijn beide partijen het over eens... En Heel eerlijk, ik kan ook in mijn raad heel goed samenwerken met andere partijen. Dus waarom zou dat in een regioverband niet kunnen? Ja, dat, uh, dat snap ik. Um, zo af en toe uh, ga je ook voorstellen doen natuurlijk in de gemeenteraad. Hè? Want je zit niet voor niks in die gemeenteraad. En jij bent de initiatiefnemer namens de VVD van het voorstel... om voornaam regenbooggemeente uh, te maken. Wat betekent het allereerst om een regenbooggemeente te zijn? Nou, een regenbooggemeente is een gemeente die zich uh, actief uitspreekt... En of uh, beleid ontwikkeld op uh, het gebied van LHBTI-acceptatie. Um, ja, um, ja, dat is eigenlijk kort gezegd wat een uh, regenbooggemeente is. En um, daarna zijn gemeentes vrij om daar zelf een invulling aan te geven... hoe ze dat vorm willen geven. Ja. Uh, en, en ja, hoe... Uh, uh, ja, is dat verder verlopen voor jou? Want volgens mij is het, is, het, is het een van jouw successen ook de afgelopen tijd. Ja, ik heb hier... Voor de verkiezingen heb ik gezegd dat ik dit wil uh, doen. Ik kreeg verschillende verhalen te horen van uh, mensen uit de lhbti gemeenschap uh, die tegen dingen aanliepen in de gemeente, die uh, verbeterpunten zagen. En ja, ik dacht eigenlijk, eigenlijk voor Zee... een gemeente waar iedereen zichzelf moet uh, kunnen zijn, waar iedereen zich welkom moet voelen, uh, als een van de weinige gemeentes in Nederland nog 0,0 doet aan... Uh, het beleid voor de LHBTI. Jullie waren ook de jongste gemeente van Nederland. Dus ja, dat is ja, op ja, zich waar, ook niet heel waar gek. De, maar de drie afzonderlijke gemeentes hadden daar ook geen beleid uh, op. En beleid hoeft niet altijd um, groot te zijn. Soms kan je met hele kleine gebaren een signaal afgeven... wat de doelgroep uh, een heel goed gevoel geeft. Um, en ja, ik denk daar, dat dat ook wel een taak is van de overheid... om te zorgen dat die mensen uh, zich gehoord en welkom voelen hier in de gemeente. Ja, je zegt, uh, dat heb ik gezegd voordat ik raadslid uh, word, wil ik dat graag realiseren. Want de mensen die kwamen bij mij, uh, waarom kwamen ze bij jou? Uh, vanwege het feit dat ze wisten dat je de, de politieke ambities had? Ja, maar dat zijn ook gewoon signalen die jij, als je bij wijze van spreken bij de kappen zit... of uh, met, met mensen waar dan ook praat, die je gewoon opvangt. En waar je daarna met mensen actief het gesprek aan gaat van... hoe bedoel je dat of uh, waar loop je dan tegenaan? En... Uh, wat zouden we kunnen doen om het probleem waar jij in de gemeente tegenaan loopt uh, te verhelpen. En ja, zodoende um, dacht ik, ja, het zou goed zijn als we op het gebied van de LHBTI acceptatie um, een stap kunnen zetten. En dat betekent niet dat we van 0 naar 100 moeten gaan. Als we van 0 naar 10 gaan of van 0 naar 20. Dan, hebben we al, dan zijn het al stappen die wij zetten als gemeente. En um, ik denk dat we ook niet zo ver moeten gaan als veel um, grote gemeentes. Wij hebben een eigen identiteit als voornah. Uh, aan maar we moeten het wel op zo'n manier doen dat iedereen die hier woont, zich ook gewoon welkom en gewaardeerd voelt. En prettig, prettig voelt wat dat betreft. Um, zijn er speciale plekken voor de mensen uit de LHBTI gemeenschap uh, in Zee? Eigenlijk zou iedere plek gewoon uh, voor iedereen toegankelijk moeten zijn, natuurlijk. Ja, nee, in Voorn aan zee hebben we niet echt um, specifiek LHBTI-gerichte plekken. We hebben zover ik weet, en uh, anders moet het wel heel gek lopen. Um, ja, geen uh, gay bar of iets dergelijks. Um, ik weet wel dat um, in Hellevoet één keer in de zoveel tijd een uh, LBTI-georiënteerde uh, borrel uh, is geïnteresseerd. Um, nou, dat soort initiatieven vind ik dus ook heel goed. En ik hoop dan ook dat straks dat beleid het toelaat dat de gemeente dat uh, omarmt. Als we bijvoorbeeld zagen in uh, Brille is er um, begin dit jaar een. Uh, ja, een, een avond uh, op de lbti groep uh, georganiseerd door een café. Ja, en het vervolg is dat het café... Uh, gelijk allemaal dreigementen naar zich uh, toegeworpen krijgt... waardoor er ook uh, weer extra bewaking moet komen. Uh, triest eigenlijk. Eigenlijk heel triest. Ja. Ik zeg altijd, een uh, LHBTI-gemeente of een, een groep uh, extra aandacht geven... zou in een ideale wereld niet nodig hoeven zijn... Maar juist deze dreigementen die dan weer plaatsvinden... Eh, is eigenlijk juist het signaal eh, dat we er nog niet zijn. En dat we nog stappen dicht... Dat het belangrijk is dat je zo'n gemeente bent ook. Denk ja, ik dan. Ja. Want dan kan je daar beleid op gaan voeren. En ik denk dat dus het ook een heel belangrijk signaal is... dat als je nou ziet dat eh, ruim 90% van de gemeente eh, dit initiatief eh, ondersteunt... dat er ook gewoon een heel breed draadvlak uit de politiek is... Om erkenning te hebben dat deze groep. net dat duurtje extra in de rug nodig heeft. om zich veilig te voelen en om zich fijn te voelen. Ja, waarom was die motie eigenlijk nodig? Want het was al eerder, volgens mij, ja, breed door de raad uitgesproken. dat het, uh, ja, dat het gewoon uh, goed geregeld moest zijn voor de LBTI-gemeenschap binnen ja. Voornaal Ja, nou, je kan uh, dingen uitspreken. Uh, ik kan zoveel zeggen. maar er moet uiteindelijk ook wat mee gedaan worden. En ongeacht dat het college uh, voornemens was. Uh, om hier werk van te maken. Ging dat mij inziens um, ja, ja, niet, weer genoeg. niet snel, snel genoeg. Uh, en ik dacht, laten we een duurtje in de rug geven, zodat we um, ja, zorgen dat dat beleid ook deze collegeperiode echt um, op gang gaat komen. En ook om naar mijn kiezers te laten zien, van hé hey, kiezers, uh, ik zit hier voor jullie, ik ben jullie niet vergeten. Uh, of dit steeds, was één van mijn beloftes. Ja, één van mijn beloftes. Uh, die moet ik waar gaan maken. En ja, daar zal ik me dan ook hard voor maken um, om dat te doen. En ja, als ik nou zie hoeveel partijen het eigenlijk het voorstel ondersteunen, dan zie ik het als gemiste kans dat het in de drie afzonderlijke gemeentes uh, nooit van de grond is gekomen. Negen, negen partijen hebben hem uh, ja, negen ondersteund. Negen partijen hebben hem ondersteund. Um, en daar ben ik dan ook heel, uh, heel blij mee. Um, en ik denk, het is nu aan het college om een voorstel te gaan maken hoe zij denken dat wij uitvoering kunnen geven aan dit uh, beleid. En daarna komt het dan in de commissie en dan gaan we het debat met elkaar uh, aan. aan. En ja, sommige partijen vinden het um, overbodig. Um, vinden het uh, discriminatie naar de mensen die niet tot de gemeenschap horen. Um, maar mijn doel is en zeggen dat niemand uit de gemeenschap. Uh, hier iets mee te maken wil hebben. Ja, ik ben heel liberaal. Uh, laat iedereen in zijn waarde, laat iedereen zichzelf zijn. Um, er is een groep binnen de LHBTI-gemeenschap die heel veel waarde aan hecht, die dit nodig heeft. Dat zijn niet die zelfverzekerde gasten um, um, die geen moeite hebben gehad met hun geaardheid. Um, maar een heel groot deel van de mensen die zich geen hetero voelt. Um, die heeft strukkels gehad uh, in, 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 de, in de middelbare schoolleeftijd of later. Zelfmoordneiging, uh, misschien, dat zelfmoordneigingen misschien? Zelfmoordneigingen. Nee. Um, door wie ze zijn. En ja, daarvan geeft ook een deel uh, uit wetenschappelijke onderzoeken uh, de politieke gesteldheid om dit onderwerp. Ja, dus mede de schuld van um, hun gevoel die ze erbij dragen. Dus hoe mooi is het als, je, als jij politiek uh, het signaal kan geven of het gevoel dat stukje in ieder geval weg kan nemen. Al helpen we maar een paar mensen die zich veel beter in hun vel gaan voelen. Iedereen is er één, hè? Elke. Iedereen is er één. en ik, ja, Ik zeg altijd, we moeten onze kwetsbaren beschermen. Nou, dit is een doelgroep die ik, waar ik echt van zie. Dit is een kwetsbare doelgroep. Dus ik ben ook blij dat we als gemeente nu werk van gaan maken... om deze groep uh, ja, dat stukje extra aandacht te geven. Zou je daarbij betrokken willen zijn? Dus dat die ambtenaren zeggen, "Joh, Nieuws, kan jij ons adviseren in... Nou ja, ik heb aan de wethouder doorgegeven van uh, mochten de ambtenaren uh, mijn mening of mijn feedback willen hebben met het schrijven van het voorstel, dan kunnen ze mij uh, zeker bellen. Dan ben ik echt bereid om daar uh, aan te gaan schrijven. Uh, ik ben juist niet zo concreet geweest in uh, wat moet er nou in dat beleid staan. Uh, Waarom niet? Uh, want ik vind dat ook een. Ja, de scheiding der machten. Uh, wij bepalen de kaders als raad. En het is uiteindelijk aan het college met het ambtelijke apparaat... om de uitvoering aan te geven. Um, maar ben ik die doorsnee... Um, nou ja, ik ben dan homoseksueel. Maar ben ik die doorsnee LHBTI'er um, die ergens profijt van heeft? Dus laat de ambtenaren maar met een voorstel komen. En dan ga ik kijken... Of ik denk dat dat nog met uh, verschillende aspecten aangevuld kan worden. Of dat ik denk dat sommige dingen uh, mijn vraagtekens bij heb, of dat wel echt zo e effectief is. Je gaat dat er is... sowieso over, over meepraten in de raad natuurlijk. Ja, en dat is ook mijn concurrerende taak. Is dit wat wij willen bereiken? En is dit de juiste manier om dat te bereiken? Um, dat ik deze motie heb ingediend betekent niet dat ik niet kritisch kan zijn naar het voorstellen wat straks op tafel komt. Nee, precies, maar ik kan me voorstellen dat het, zeker nu je ook zelf vertelt over, je, over jezelf natuurlijk, dat het, dat het direct als een overwinning voelt. Dat je, dat je dit als ja, binnen 15 maanden bereikt hebt. Nee, nee, nee. Het is zeker een van die dingen wat ik denk: dit heb ik um, gezegd dat ik waar ging maken. En dan ben ik ook blij dat ik het waar heb gemaakt. Um, maar mijn lijstje is nog niet vol, want ik heb wel meer beloftes gedaan. Uh, dat betekent nog meer woningbouw voor die jongeren. Dat betekent bouwen in alle dorpskernen. Want ik zie ook dat die kleine dorpen als uh, Vierpolders, Tinten... Zwarte Waal, uh, bij jezelf. Zwarte Waal. Nou, daar wordt toevallig nu een woonwijk gebouwd met 85 woningen. Hartstikke hard woningbouw nodig he heeft. En als ik dan bijvoorbeeld zie in wat er in oude Horn voor uh, mooie woonwijk de Akkerande is gebouwd... ja, dan zeg ik, uh, dat gun ik ieder dorp in voornaanzee. En ja, dan zie je... Dan krijg je te maken met de provincie waar een uh, gedeputeerde zit uh, van GroenLinks-PvdA... die absoluut niet wil dat er aan de rand van dorpen in het groen uh, gebouwd wordt. En waar ik me dan wel eens afvraag, uh, kent u voornaan zee? Weet u dat wij hier niet grote binnenstedelijke locaties hebben in die dorpen... waar we nog woningbouw kunnen plaatsvinden? Vindt u nou echt dat weilandje waar al tien jaar niks gebeurt, waar alleen onkruid groeit... Belangrijker dan die grote woningbouwopgave die wij hier in de gemeente hebben. En u hebben natuurlijk ook veel akkerbouw en bedrijven, zeg maar, uh, die binnen Voornaamzee actief uh, zijn. Is er wel heel veel plek nog binnen Voornaamzee waar gebouwd kan worden? Nee, uh, we hebben een ruimtelijke puzzel. Um, als we alles willen realiseren um, uh, wat we eigenlijk willen bouwen, hebben we een aantal. In heel Zuid-Holland hebben we een aantal keer het hele oppervlakte van uh, Zuid-Holland nodig. Nou, wij hebben heel veel landbouw, maar die landbouw hebben we ook nodig als Nederland. Uh, wij moeten trots zijn op onze boeren. Onze boeren zorgen voor onze boterhammen. Uh, en misschien ook wel voor ons lekkere biefstukje. Uh, uh, dus ja, die boeren hebben we gewoon keihard nodig. Uh, maar er zijn altijd locaties buitenstedelijk, snipperrandjes, waar we eh, woningbouw kunnen gaan toevoegen. Ik ben nu ook heel blij dat we de boomgaard. Of de Boogaard, hoe het project nu heet in Hellevoetsluis... Eh, de eerste fase hebben goedgekeurd met 360 woningen. Eh, maar waar uiteindelijk een woonwijk gaat komen van ongeveer 1100 woningen. Ja, dat zorgt echt wel dat we grote klappen kunnen zetten. In het toevoegen van woningen voor onze inwoners. En ik hoop dat we de komende jaren meer plannen kunnen hebben om aan die randen. Uh, van onze dorpen en uh, steden uh, woningen toe te voegen. Ja. Je bent nu raadslid. Hoe zie je jouw politieke carrière zelf? Hoe moet die eruit gaan zien verder? Je zegt, ik wil nog wel een rondje door, maar... Nou ja, hoe ik mijn politieke carrière verder zie... Uh, ja, dat vind ik uh, lastig te zeggen. Uh, ik zeg altijd, politiek mag een ambitie zijn... Uh, maar politiek moet uh, niet de enige optie zijn... Ik heb nu een fantastisch leuke baan in, in, in het vastgoed. Uh, projectontwikkelaar. Projectontwikkelaar waar ik vanuit de directie op uh, kan aansturen op, uh, op hun werkzaamheden en uh, kan zorgen dat er veel wordt bijgebouwd in, uh, in heel Nederland. Um, ja, dat ik ambitie heb is zeker. Um, ik, zeg, ik sluit ook niet uit dat ik misschien over um, twee jaar of over zes jaar uh, deelnem in het college. Uh, als wethouder. Als wethouder. Um, op het moment dat ik een toegevoegde waarde kan zijn voor de gemeente. Uh, ik vind niet dat jij een politieke positie moet ambiëren... om het ambiëren van een politieke positie. zit op het plus voor het plus. Nee, ik wil een toegevoegde waarde kunnen zijn zodat ik echt iets voor mij, um, ja, de mensen die ik vertegenwoordig kan bereiken. En ik denk dat als ik bijvoorbeeld nu kijk op het gebied van woningbouw, um, dan heb ik heel veel sparsessies met de wethouder en dan zie ik concreet dat ik uh, dat de dingen bereikt worden. Maar denk ik dat ik een toegevoegde waarde kan leveren. Maar ik sluit het ook niet uit dat ik misschien over uh, nou die zes jaar of acht jaar of misschien wel eerder uh, ja, een stapje maak, uh, uitstapje maak bijvoorbeeld naar de landelijke politiek. Ja, uh, en Mark Rutte? Nee, nee, nee. Ik denk ja. niet dat ik de ambitie heb om mister-president um, um, te worden. Mr. Mr. President Mr. Te worden. Uh, nou, misschien als dat over 25 jaar uitkomt, dan blijft dit fragmentje heel vaak uh, terugkomen. Um, maar ik zeg wel eens rekscherend. Uh, uh, we hebben minister Hugo de Jonge zitten op het uh, volkshuisvesting. En dan denk ik, ook al ben ik 26 en heb ik nog niet heel veel politieke ervaring. Uh, sommige dingen denk ik dat ik beter zou doen dan de huidige demissionaire de minister. Ja, precies. Um, terug naar je eigen gemeente. Voornaamzee, wat moeten wat jou betreft als eerste aangepakt worden? Nou ja, ik denk dat twee dingen echt bovenaan het lijstje staan bij ons: en dat is die woningbouw en de bereikbaarheid. Um, de gemeente is nu aan het bezig met het schrijven van een um, mobiliteitsvisie. Uh, woningbouw gaat gepaard met extra verkeersbewegingen en extra verkeersbewegingen gaat weer gepaard met knelpunten in het verkeer. Um, uh, de wethouders zijn keihard aan het timmeren om te zorgen dat er meer woningbouwlocaties komen. Dus die dingen moeten gezamenlijk op worden gepakt. Ik denk dat het, dat iets heel goeds is uh, waar we mee bezig zijn. Um, ja, en wat willen we zelf nog meer bereiken? Ja, ik hoop ik hoop dat we uiteindelijk um, een gevoel kunnen creëren bij de inwoners, dat zij zien dat wij het optimale voor hun uh, uit de gemeente willen halen. En nu krijg je nog wel eens verhalen, uh, jullie zitten daar om het zitten. Uh, nee, ik wil laten zien dat we uiteindelijk gekozen zijn voor het volk en door het volk. En dat we zo uh, de gemeente aansturen dat zij ook het gevoel hebben, ja, er is naar me geluisterd. Ik ben naar die stembus gegaan. Om te zorgen dat uiteindelijk we de gemeente weer een stapje verder gaan helpen. En ja, dan heb ik een tevreden gevoel bij onze raadsperiode die wij nu. Uh, ja, waar we nu in zitten. Ja, precies. Die, die op 1 januari 23 is gestart. En nog uh, volgens mij uh, anderhalf jaar zo'n beetje loopt, uh, denk ik, voordat er nieuwe verkiezingen aan gaan zitten komen. Um, je had het eerder al, uh, tijdens de regenbooggemeente, dat cafés bedreigd zijn. Hè, in Brielle, omdat ze voor de lbti uh, gemeenschap een avond wilden organiseren. Ja. Je hoort dat ook vaak wel terug bij politici of mensen die in de raad zitten. Hè. Um, ben je zelf wel eens bedreigd? Nou ja, dit is je wel... moet er lang over nadenken. Nee, nee, ja, dus. nee ja, dit is ook... Hoe ga, hoe ga je dat uh, goed formuleren? Uh, zoals het is. Uh, ja, ja. Nee, je hebt wel eens negatieve uitingen wat je van mensen naar je... Uh, uh, Waarom is dat dan bijvoorbeeld? Uh, in, in jouw geval? Dat ze, dat ze niet vinden dat jij um, je belofte uh, waarmaakt. Um, en op het moment... Ja, ik kan denken... Als iemand mij een boos appje stuurt uh, of een boos mailtje... Uh, dat is nog geen bedreiging uh, dan? Nee, dat is nog geen bedreiging. Dan heb ik ook zoiets. Ik pak de telefoon op... Uh, ja, ik bel even en soms ben ik een uur met iemand in gesprek... en uh, begrijpen ze waarom ik het heb gedaan. Zijn we het nog niet met elkaar eens, maar gaan we op een goede manier uit elkaar. Maar van mensen die zeggen, uh, ja, dit is toch je huisadres en... Uh, ja, uh, heb je dat al uh, eens meegemaakt? Ja, dat nee, was eigenlijk mijn ja, vraag. Ja, nee, dat heb ik ook meegemaakt. Over wat voor onderwerp dan? Uh, ben ik benieuwd naar. Nou, dat ging over um, de mogelijke komst van de windmolens in, uh, in Zwarte Waal. Ja, ja. um, ben ik tijdens de verkiezingen... Uh, ja, Zwaar um, tegen geweest. Als het aan mij ligt, uh, zie ik ze het liefst niet komen. Omdat je er zelf woont? Uh, nee, niet omdat ik zelf woon, omdat ik überhaupt tegen uh, wind op land ben. En ik denk dat windmolens in zulke maten um, niet ideaal zijn om die op deze locatie neer te zetten. Um, wat mij niet duidelijk was, ook in de verkiezingen, is de anterior overeenkomst die er op dat moment al lag, mm -hmm. die eigenlijk zorgt dat wij als gemeente. Alleen met hele uh, ruimtelijke eisen nog hier onderuit kunnen komen. Um, en ja, toen moesten we als gemeente zeggen om um, een conceptverklaring van geen bedenkingen af te geven om de zienswijzeperiode te openen. Dus het is ineens om was. Uh, en dan lijkt het voor mensen of jij voor die windmolens hebt gestemd. Maar dat is juist een stap geweest om uh, inwoners de kans te geven om. Uh, met die ruimtelijke bezwaren te komen, waarna wij als raad mogelijk de mogelijkheid kunnen uh, krijgen um, een ander standpunt in te nemen uh, ja. over die windmolens. Ja, ik hoop in ieder geval dat je het nooit meer meemaakt, want omwille van de tijd, uh, we zouden er nog over door kunnen praten, maar de tijd zit er helaas op uh, in ieder geval. Ik vond het heel leuk dat je even een, een, een kijkje in de keuken hebt laten nemen uh, als raadslid. En uh, mooi dat we je hebben leren kennen en uh, ik hoop dat je dit werk nog heel lang uh, kan doen. Nou, dank u wel, ik vond het ook leuk. En uh, mochten mensen vragen hebben in de politiek uh, of dingen hebben waar ze mee zitten, uh, weet je raadsleden te vinden. Want uh, raadsleden zijn volksvertegenwoordigers en ze zitten er voor jou. Oké, okay, dankjewel. Daar laten we het bij. Wat dat betreft. Ik dank u voor het luisteren naar deze uitzending van Notulen. Dank aan Albert Jan Verhoef voor de techniek. En uh, voor de redactie uh, ook nog uh, Dick Boschieter en uh, Nieuws Moor, om precies te zijn, die ook aan deze uitzending hebben meegewerkt. Zometeen weer nieuws en informatie hier op Link, zoals je dat van ons gewend bent. En Notule is er weer op donderdag 2 mei.